Het dessert. Nou, het tartelletje is gevuld met witte chocolademousse. Daarop ligt een knelletje met rood fruitmoes. Deze leggen we op het bord. We hebben een bakje met crumble erbij gedaan. Die leggen we hiernaast. Nou, nog wat rood fruit. Dit leggen we naast het tarteletje en tussen de crumble in. Het spuitzakje met rood fruitgel zetten we stippen naast het tarteletje. Nog wat groene takjes. Deze versieren we er overheen. Dit zijn atsina plantjes. Die smaken een klein beetje naar anijs. En de merengue. Deze doen we erop. En dan is het dessert klaar.